Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 15 september. En terwijl de maatregelen in Nederland verder aan het versoepelen zijn, vechten wij hier in Suriname met de vierde golf en het aantal besmettingen. Gisteren alleen hebben wij een record aantal positieve kunnen waarnemen op de dashboard. Uit de 1354 testen die gisteren uitgevoerd werden, waren daarvan 649 mensen positief. Het percentage van het aantal geteste personen ligt nu op de 47,9%, terwijl dat volgens de WHO onder de 10% moet zitten, zeer zorgwekkend in Suriname. Ik zou zeggen, het is wel zorgelijk, want u moet weten, we zijn niet nu net een week of twee weken bezig met COVID. We zijn al vanaf vorig jaar maart bezig met COVID, anderhalf jaar langer. En het personeel, de artsen, verpleegkundigen, die zijn allemaal eigenlijk al aan de rand van uitgeput zijn. Ze doen nog allemaal hun best. Maar ik moet zeggen dat er elke dag weer uit het veld geluiden komen van we zijn moe, we zijn moe. Hoe lang gaat dit nog zo voortduren? En als mensen moe worden, moet je weten dat er ook mensen kunnen uitvallen. Mm-hmm. Ook zorgpersoneel wordt ziek, raakt ook besmet met COVID, waardoor je minder personeel ter beschikking hebt. En dat maakt allemaal de werkdruk nog zwaarder. Ook het feit dat er veel kader uit Suriname wegtrekt. Verpleegkundigen trekken weg, artsen trekken weg. Dus onze pool van mensen in de zorg wordt kleiner. Waardoor de druk op de groep die achterblijft en nog inzetbaar is, veel groter wordt. Met als gevolg dat die dan ook uitgeput gaan raken en ook kunnen uitvallen. Dus het is wel zorgelijk. Ook de Vereniging van Medici in Suriname slaakt de noodkreet als het gaat om de zorgsector, die dankzij de vierde golf onder zware druk is komen te staan. We zijn nog niet eens uit de derde golf en we zitten hard in de vierde golf. Ook de reguliere zorg staat onder druk. De VMS doet een dringend beroep op de samenleving om zich zo gauw als mogelijk te laten vaccineren. Ook benadrukt zij hoe belangrijk de Mohana-maatregelen zijn. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. De tools om gezamenlijk de strijd tegen COVID-19 aan te gaan, hebben we in onze eigen hand, merkt de vereniging op. We moeten die nu goed gebruiken, aldus de VMS. If you know wani, detetumsi fruku, deka vaccinatie. Deka vaccinatie, if you know wani, dede tumsi fruku. Deka vaccinatie, teke es miteng. De begrafenisondernemingen en de religieuze leiders die hebben erg veel werk. Overuren worden gemaakt omdat velen heen gaan vanwege COVID. Het is belangrijk dat wij de samenleving beschermen en behouden. Je laten vaccineren is een daad van medemenselijkheid. En daarom heb ik het gedaan. If you know any, detetumsi fruku, deka vaccinatie, deka vaccinatie. If you know any, detetumsi fruku, deka vaccinatie, teke es biteng. In haar allerlaatste TikTok-video drukt de Amerikaanse Megan Blankenbiller iedereen op het hart om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Al ben je maar 70% zeker of jij je wilt laten vaccineren, wacht niet. Haal het. Ik heb niet veel energie om te praten, dus ik ga proberen dit snel te doen. Ik ga een paar pauzes nemen, zei de 31-jarige actrice Megan Blankenbiller in de video van 15 augustus, die inmiddels meer dan 1,1 miljoen keer bekeken is. An unvaccinated TikTok creator who died of the coronavirus spent her final days pleading with her followers to get the vaccine. 31-year-old Megan Alexandra Blankenbiller died on August 24th, just 9 days after she made her final TikTok video in which she urged viewers to protect themselves from COVID-19. I shouldn't have waited. I think if you are even 70% sure that you want the vaccine, go get it. Don't wait, go get it. Because hopefully, if you get it, then you won't end up in the hospital like me, okay?
According to Blankenbiller, she held off on the vaccine in part because she wanted to get the shot at the same time as her family members. She also explained that she was not anti-vax, but was just trying to do her research, adding that she waited because she was scared. I do think it was a mistake. Blankenbiller started documenting her experience with COVID on August 13th. Her family told WebMD that she had scheduled a vaccination appointment with her mother and two sisters, but fell ill before she could get the shot. The Florida-based content creator had more than 15,000 followers on the social media app. Her sister said her final video showed a lot of who she was, adding, quote, "She was selfless, the type of person who used her final days to help others." The video werd iets meer dan een week voordat Blankenbiller stierf gepost. Haar zus Christina Blankenbiller bevestigde haar dood in een Facebookbericht. Ik dank u allen voor uw gebeden voor mijn familie. Ik ben bedroefd en mijn hart breekt nu. Ik moet delen dat mijn oudere zus vandaag naar de hemel is geroepen. Meghan was zo'n mooi persoon die alles gaf aan iedereen in nood. Ze was een licht overal om haar heen en bracht vreugde aan iedereen die ze ontmoette. Stond in het Facebookbericht van 24 augustus. Ze is voor altijd geliefd en was de beste grote zus en vriend waar iemand om had kunnen vragen. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet in mijn gedachten en in mijn hart is. Het afgelopen weekend werd ook flink gevaccineerd in het ABOP-centrum op Latour. Meer dan 200 mensen hebben zich laten inenten. De motor achter deze dag was psycholoog Julian Witt en hij zegt heel tevreden te zijn met het resultaat van de dag. Julian Witt woont in Nederland en is speciaal afgereisd naar Suriname toen hij vernam dat het vaccineren een probleem is bij voornamelijk de Maron-gemeenschap, heeft hij besloten af te reizen om zo zijn diensten aan te bieden. Ik had gedacht dat als er 50 mensen zouden zijn, dat zou ik een gat in de lucht springen. En nu mag ik 4 gaten in de lucht springen. Hoeveel mensen zijn er nu gevaccineerd? Boven de 200. Het probleem is dat ik op 2 oktober weer terug ga naar Nederland. Want ik woon in Nederland en omdat ik vernomen had dat de vaccinatie een probleem was bij bepaalde groepen Surinamers. Toen dacht ik van nou weet je wat, laat mij er naartoe gaan, dan gaan we eventjes dat varkentje wassen. En het varkentje is gewassen en het varkentje ziet er schoon uit. De Afro-Surinamers en de Marons die doen problematisch wanneer het gaat om vaccinatie. En ik denk toch wel dat ik in staat ben om ze ervan te overtuigen dat het heel dwaas is om je niet te laten vaccineren. Want dan kies je voor een leven vol ellende als je pech hebt of je gaat dood. En als je dood gaat, dan veroorzaak je ellende voor de nabestaanden. Dus als je mensen daarvan kan overtuigen, dan lukt het in heel veel gevallen dat ze tot inzicht komen. Het heeft niks met communicatie te maken, het heeft gewoon met denkwerk te maken. Want de hele wereld is ervan overtuigd dat het vaccin het middel is om de strijd tegen corona te winnen. En ik heb een idee, naarmate iemand slimmer is, komt hij eerder tot de ontdekking van wat goed is voor hem en wat niet. Dus als je op die slimheidsschaal niet hoog scoort, dan duurt het een tijdje voordat je tot het inzicht komt. En misschien kom je niet eens tot het inzicht, want je gaat dood ten gevolge van het virus. Ja, want ondertussen bijna heeft iedere Surinamer iemand in de familie die dood is gegaan aan het virus. Dus als je dat alles in je omgeving meemaakt, hoe komt het dat je dan durft te zeggen dat je nog twijfelt? Ben je gek? Je bent jong. Ja? Je hebt vrouw en kinderen, ja, die je moet verzorgen. Als je doodgaat, wie moet voor ze zorgen? Ja? En bovendien loop je ook nog het risico dat je anderen in jouw directe omgeving besmet. Met alle rampzalige gevolgen van dien. En de mens heeft door de eeuwen heen kunnen overleven omdat de mens in staat was om gevaar te herkennen en adequaat te reageren op gevaar. Maar heb je lesafvaardigheid dat die? Dankba. Ik ben gevaccineerd om mezelf veilig te houden en degene rond me. Ik probeer me te houden zoveel mogelijk aan de Mohana-regels, ook al ben ik gevaccineerd. Omdat ik het nog steeds ook kan krijgen, het is gewoon niet meer dodelijk. Dus daarom ben ik gaan vaccineren om mezelf veilig te houden en de rest om me. Ik zou zeggen, jullie moeten niet twijfelen om te gaan vaccineren. Het is een prikje komen halen en dan ben je veilig voor je leven en je beschermt de rest om je. Jullie moeten niet bang zijn, het is gewoon een prikje komen halen.
toch? Het doet niet pijn. Je komt een prikje halen en dan ben je veilig. Als je een vaccinatie en je besmet, dan komt dat als ik kino heb, zo dat ik go in ICU of zo. Dus daarom voor alle ziekenheid, dus dan weet ik als poëtie. En dit is mijn menselijke vaccinatie. Een vaccinatie komt bij. De man zou bij een kisa fysiek, maar dit is ook bij kisa te werken bij. Dus ik vind het van plan mooi dat ik kan gaan tekenen. Voor ik kan gaan door, omdat ik niet sap dressen. Dat is een bakker gado naar dat. Want dat is normaal, ik ben niet van de. Dus ik ben niet van de man, ik heb een 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 man, ik heb. De medische zending is ook druk in de weer om mensen in voornamelijk het binnenland te vaccineren. In het wekelijks opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje laat de onderdirecteur Maureen Wijngaarden van Dijk weten dat de bereidwilligheid onder de binnenlandbewoners langzaam aan het toenemen is. Het lijkt alsof mensen bewuster worden over de ernst die het virus met zich kan meebrengen. Mevrouw van Dijk geeft een uiteenzetting over hoe het vaccineren in het binnenland tot nu toe verloopt. We zijn gelukkig niet dezelfde situatie als een aantal maanden geleden. Dat betekent dat er meer mensen het vaccin willen. Mm-hmm. En we hebben nu ook al een poli waar men elke vrijdag terecht kan om gevaccineerd te worden. Dat is poli Stoelmans Eiland. Mm-hmm. We hebben het paragebied waar wij verantwoordelijk voor zijn. Hebben wij voor een groot deel al gevaccineerd. Dat is dus de dorpen, Kassipora en omgeving. Ja. En we hebben nu ook al met het traditioneel gezag van het boven Suriname gebied een hele goede understanding dat het traditionele gezag zijn zegen geeft aan het vaccineren. En dat het nu ligt aan de dorpen, de individuele dorpen, om zich te organiseren zodat zij inderdaad dus het vaccin kunnen nemen. Dus dat betekent dat wij nu al zo'n beetje hebben uitgezet voor de rest van september. 14 september vaccineren we de Piki Saron. Mm-hmm. 16 september tot en met 18 september zijn we in het Debike Botopassi gebied. Want 17 willen we daar vaccineren. Ja. Mensen die hun tweede prik moeten krijgen en hun eerste prik. 3-tabbetje vaccineren we 23 september. En de bedoeling is dat vanaf 23 september je ook wekelijks daar terecht kan. Net als in de stad. Ja. Voor je prikje. Het gaat. En ook met, we hebben ook ondersteuning van de groep Maron-deskundigen. Dat zijn mensen, hoger opgeleide Maron, dames en heren, die. Het zijn artsen, het zijn ingenieurs, andere hoog opgeleide, die zich hebben gebundeld om in, zij het Saramakaans, zij het Okaans, de mensen informatie te geven over het vaccin, over het vaccineren in dat geheel van beschermen tegen COVID, tegen ernstige ziekte en tegen de dood. Binnen de samenleving worden er opmerkingen gedaan over de maatregelen die maar niet verscherpt worden, aangezien de cijfers blijven stijgen. Zoals de autoriteiten hebben aangegeven, ligt de verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Medisch directeur Fauzia Poese vergelijkt de verantwoordelijkheid die de burger moet nemen met de verantwoordelijkheid die een ouder heeft naar haar kinderen toe. Als een kind geboren wordt, dan doet een ouder alles aan om het kind te beschermen, ervoor te zorgen dat er regels zijn, als er iets is dat er maatregelen genomen worden. Maar naarmate het kind ouder wordt, laten de ouders ook los van. Ja. Weet je, je moet nu voor jezelf leren zorgen. Zo ook, denk ik, met COVID. In het begin, we wisten niets erover. Men wist niet, hoe ga je ermee om, wat moet je allemaal doen. Dus toen heeft de regering werkelijk gezorgd voor
alle maatregelen. Er is gezorgd voor ziekenhuiscapaciteit, laboratoria, testen zijn gekomen, protocollen zijn gemaakt, de maatregelen zijn genomen. COVID is nu groter geworden, is anderhalf jaar oud. Ja. En ik denk, in die anderhalf jaar hebben we wel veel meer geleerd over COVID. We weten veel beter hoe we ermee moeten omgaan. En er is nu een vaccin om jezelf te kunnen beschermen, jezelf en anderen te kunnen beschermen. Dus ik hoef je denk ik niet elke keer te komen zeggen van je moet thuis blijven, je mag niet dit niet, je mag dat niet. Want je hebt de keus om je te laten vaccineren en daardoor een stuk veiliger te zijn. Oké. Dus ja, maatregelen moeten tot een bepaalde mate. Okay. Maar op den duur zeg je ook van, weet je, je hebt als burger, als patiënt, heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. 649 positieven in Suriname. Dit is het hoogste record tijdens de vierde golf. En volgens de deskundigen mogen we hogere cijfers verwachten de komende tijden. Is het dan nog niet duidelijk hoe gevaarlijk de situatie is? Dan praat ik nu richting de antivaxers en de Facebook-deskundigen. Stoppen jullie mensen op te hitsen? Stoppen jullie om mensen te demotiveren om het vaccin te nemen? En stoppen jullie met het verspreiden van onjuiste informatie? Stoppen jullie met aandacht zoeken op Facebook? Net zo is er een bekende influencer, tevens artiest, die ook beweert antivaxer te zijn, terwijl zijn eigen moeder en vader wel gevaccineerd zijn. Waarmee zijn we bezig? Suriname, word wakker en ga dat spuitje halen. Anders gaan we net zo blijven struggelen en er nooit meer uitkomen. Ugo teka spoiti. No wachti till ik asiki tikju. Want anders ik kan dede. En dan is ziekenhuis ja in Sranang. No maluku pede mamus potju. En no vergiti hori schrift naar de Mohana maatregelen. Wasi anu weri mondkap en hori afstand. Ik groet voor vandaag. Tot de volgende keer.